Sturen. Overgeven. Haarnaald. Ze er ook in bouwen. Autootje. Goed zo. In het roze kopje aan ze. Hij zitten met alle lekkere snoepjes swing. Is mama allemaal oké? Allebei. Lessen. Beetje spannend. Oeh, wat geluk. Ja, wil je naar... Goedemorgen! Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Ja. En vandaag gaan we een dagje erop uit. We gaan er weer een dagje uit. En we nemen jullie mee. Maar eerst gaan we tante Iris even wegbrengen. Want die gaat hier helaas terug naar Engeland. Is Luxie er ook klaar voor? Ja. Ja, want Luxie gaat ook weer mee naar het pretpark, hè? Ja, we hebben Lucius alweer lekker in de kinderwagen gelegd. Gaan we zo mee in de auto. Hopelijk houden we het vandaag een beetje droog. Het is in ieder geval nu droog. Wie zit er al in de auto, Luxie? Een hele goede morgen, tante Iris. En Danai, die zit er alweer bij. En die gaan weer terug, hè, Danai? Ga je weer terug naar Engeland toe? Hele goede reis met de trein. Samen met mama weer terug naar papa. Ze heeft papa wel gemist, natuurlijk. Eerst even naar het station voor Iris en dan gaan we naar Slagharen. Ja. En ik heb er super veel zin in. Ik ook. Het blijft droog tot een uur of drie, dus volgens mij hebben we geluk. Daar zijn we blij. Geen regen. Nou, co-pilot, let's go. Nou, we zijn aangekomen hier op het station waar we mijn zusje en ons lieve nichtje Danai weer afscheid van moeten nemen. Het was gezellig dat je er was, lieverd. Kus. Tot snel weer. Ja, goede reis. Alle spullen uit de auto halen. Buggy mee. Dan gaan ze weer met de trein naar Amsterdam. En dan weer onder de zee door naar Engeland. Oh, een dikke knuffel. Goeie reis. Safe trip, Emma. Bepakt in mijn zak. Ja, bedankt. Jullie bedankt voor alles. Je kunt altijd weer komen. Als je weer even lekker op vakantie wil. Tot de volgende keer. Ja, knuffel. Ja. Goeie reis. Ja, knuffeltje. Luxie ook nog knuffeltje. Ja. Nou, goede reis. Tot de volgende keer. Doeg. Doei. Ja, groetjes aan papa. Doeg. Onze bus geparkeerd en op naar de ingang. Zo, we hebben even een plas gedaan, maar ik heb een verrassing voor jullie. Kijk eens wie even tegenkomen bij het toilet. Hey, Jeroen, hoe is het met jou? Hey, Vincent. Wat is je nou, Natasja? Die werkt nu hier. Hey, grote meid. Hey. Ja, dat is een beetje Nog een baby. Net als je broertje nu. Ja. Leuk je weer te zien, Natas. We zijn binnen, jongens, en we gaan eens even kijken wat er allemaal te beleven valt. En jongens, wie durft er in die grote paal? Nee, we gaan eerst even kijken of we wat leuke attracties vinden voor Luxie ook, hè? Dan moeten we volgens mij de pijlen volgen. En dan gaan we zo die kant op, goed? Nou, we gaan beginnen bij de olifantjes. En die zijn daar nog. Oh, Luxie, die mag in de olifantjes, hè Luxie? Heb je er alleen gezien waarin je in wil? Het zijn dezelfde kleurtjes, oké. Ze zijn dezelfde kleurtjes, dat scheelt. Nou, we staan ook met Lucius in de rij. Kijk, Lucius die slaapt lekker. Alleen ja, die moet het even van de binnenkant van zijn oogjes bekijken. Dus ja, Daniel die is bij ons nu nog een beetje de pineut iedere keer. Want die blijft als oppasser bij Lucius. Zeg, mag ik niet maar, in de achtbaan? Gold Rush lijkt me wel vet. Ja, ligt aan de rij, maar misschien is dat toch wel. Maar dat is een beetje op het einde van het park volgens mij. We gaan eerst even de leuke attracties bekijken voor Luxie hier. Maar we moeten even wachten in de rij. En Liefie, wil je ook een olifantjes? Ja, ze willen een olifantjes. Vroeger was het verschillende kleuren. Gelukkig hoeven ze geen kleuren te kiezen, want ze zijn allemaal grijs. Veel plezier. Papa gaat hier filmen. Oeh. Gaat Luxie ook vliegen? Ja, Luxie gaat ook vliegen. Ik ga vliegen. Ja. Luxie die zegt, mama ik wil niet vliegen. Die gaat over de kap maar. We staan voor de olifantjes in de rij. Voor deze. Die dacht je wel, hè? Leuk, hè? Nou, papa kijken naar jullie, hè, met lusjes. Op naar de top, hè? De volgende keer mag je mee, vriend. Als je wat groter bent, ga je ook in de olifantjes. Ondeugende tongetje van Luxie. Nee. Een beetje ondeugende staartje. Nee. Die wappert in de wind. Hè? Die wappert in de wind. Nou, we zitten eindelijk... Oh, ja.
Oh, ja, de gordel. Oh ja, de gordel. Bijna de gordel vergeten. Ja, doen we even die om. Ja, hier. Hoppatee. Daar erin. Hoe zit het? Voel je dat? Ja. Druppels. Het gaat regenen. Heb je een paraplu mee? Nee. Boven de olifant. Ah, boven de wolken schijnt altijd weer de zon, hè, zeggen ze. Ze gaan heel hoog gaan vliegen met de olifant. Boven de wolken en dan hebben we weer zon. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Je weet hoe je moet doen, hè? Zo trekken. Dan gaan we omhoog. Doe maar zo omhoog. Doe je het al? Ja. Bijna. Oeh, hij gaat best hard. Oeh. Ja, dan kun je zo doen zo. Woehoe. Op. Zie je dat? Ja, die was mooi, hè? Ja. Nou, en toen waren we weer bij de uitgang. Het regent, het regent. De pannetjes worden nat. Goeie reuze. Als die op groen gaat, dan geef je gas. Goed? Kijk eens, Lux, die gaat nu hier via de binnenbaan rijden. Jullie gingen echt heel goed. Jullie letten goed op het rode licht en het groene licht. Geen botsingen gehad, hoor. Luan en Lucilla die mogen bij de grote autootjes rijden. En ze hebben ook luxe-formaat autootjes waar Luxie Beek bij komt met de beentjes. Hey. Nou, mag Luxie, want Luxie is wel een grote meid. Hè? Van de motor, hè? Ja, grote meid. Kijk, Luxie. Dit is gas zometeen en dat is rem. Ik kan erbij met de voeten, hè. Luxie kan er gewoon bij. Moet je iets naar voren zitten. Ja, en dan kan je hier sturen. Dus hier moet je de bochtjes om. Doe je voetjes er eens op. Ja, en iets naar voren op het stoeltje zitten. Dan kan je erbij. Ja, zie je dat? Ja, gordeltje erom. Sturen. Nou, Luxie moet alleen nog wel sturen, liefie. Kijk, hier is het stuur.
Nou, ze wordt even geholpen, want ze moet even weten dat ze en moet sturen en gas geven tegelijk. Ze is natuurlijk gewend dat Luan erbij in zit. Sturen, liefie! Luxie is gewend dat jullie voor haar sturen en gas geven. Dus nou moet ze gas geven en sturen tegelijk. Alleen ze snapt niet dat dat tegelijkertijd moet. Ze zit nog niet te rijden. Die meneer zit daar te doen. Nee, maar ze is gewend dat jullie sturen voor haar in die autootjes. Dus ze zit alleen maar gas te geven, maar ze moet ook sturen. Super schattig. Maar je moet ze nog leren, hè? Ja. Maar hoe ging het bij jullie? Goed. Was het leuk? Ja. De route goed gereden? Gestopt voor rood? Nee. Rechts voorrang gegeven? Nee. Oh. Je bent niet geslaagd voor je rijbewijs, hè? Boefie. Vond je een beetje spannend? Nou, ze vond het een beetje spannend. Dit is niet erg, niet goed. Volgende keer weer beter, goed? Daar gaan we, jongens. Daar gaan we weer, hè? Hé, zitten we in deze schommelboot? Ja. Alleen deze gaat wel iets minder hard dan die van vorige keer, ja, toch? Gelukkig. Ja. Doei. Nee. Johan gaat nou ook doen. Denk ik. Ja. Je was verdrietig dat ze er ook in bouwen, hè? Top. Maar ze is bijna 1 meter. Als je 1 meter bent, mag jij er ook in de volgende keer. Goed? Papa gaat nu met Lucilla en Luan vliegen. En dan gaan we zo meteen iets voor jou doen. Goed? Kijk, daar gaat Luan. Zie je dit? Nou, hè? Hey, Luan. Kijk eens. Hallo, Lucilla. Hey, Luan. Oh, je had misselijk. Gaan we naar beneden van, hè? Vijfel! Lukt het nu om? We zijn weer verder over het park aan het wandelen. We gaan nou eens kijken wat voor attracties er dan meer zijn. Want ja, we volgen nog steeds de paaltjes. Waar gaan we nou nog heen, meisjes? Waar hebben we nog zin in? Gaan we eens even kijken. In die achtbaan daar? Durf jij daarin? Nee! Nee? Misschien papa wel? Ik weet het niet. Ligt ook al een beetje... Nee, dat kan je niet in. Ja. Dan heb je een loop in en dan ga je eerst zo en dan helemaal en dan ga je nog een loop in. Dat is toch leuk? Nee. Ja. Nee, ik weet niet of volgens mij Daniel houdt hier wel van. Even kijken, ja, hij loopt er wel naartoe. Kijken of Luan erbij mag. Het zal me nog benieuwen of Luan dit gaat durven. Maar hij ziet er wel heel stoer uit. Mag hij erin? Och, jongen. Och, kijk dan. Had je het anders gedaan? Ja, dan gaat hij met papa mee. Dan had hij erover nagedacht. Dan had hij erover nagedacht, jongens. Maar, ga jij hem doen of niet? Nee, ik zeg al. Ik ga gewoon een kleine... Ik vond het wel wat voor jou. Kindjesattractie doen. Ja, moet ik hem wel doen? Zullen we hem doen? Je mag hem officieel ook echt niet vloggen, dus ja. Ik kan hem niet vloggen. Ik kan hem niet vloggen. We moeten het horen aan je geluid. Oh, en dan moet ik heel erg inzoomen. Wil je het doen? Nou, 1, 2, 3. Ja, waarom niet? Oké, nou, hup. Nou, nog 2 centimeter. Nog 2 centimeter. Dan mag je erin. 128. En dan ga je het ook een keer doen, hè? Hé, dan ga je het ook een keer. Ja. En wij niet, hè? Wij gaan gewoon kijken, hè, hoe ze er vanaf staan. Nou, met het gegil van de achtbaan op de achtergrond gaan wij hier even kijken of we hier lekker kunnen gaan spelen. Zie, Luxie, dat is leuk voor jou, hè? Oh, die autootjes. Die zijn ook leuk. Kijk, Luxie, daar. Die autootjes vind jij ook leuk. Kijk, en ze zitten in de autootjes. Gaat Luxie sturen? En Lucilla gaat sturen. En mama die gaat naast Luan zitten. En dan worden we gestuurd door de meisjes. Dan moet je kijken dat het licht op groen gaat, hè? Zie je dat? Daar is het stoplicht. Als je op groen gaat, dan mag je gaan. Ja, hij is groen. Oeh, daar gaan we. Daar gaan we. Woehoe! Goed sturen! Goed sturen! Ja! Woehoe! Goed zo! Goed sturen! Toppie! Nou jongen,
Dat zit best wel chill, hè, hier op de achterbank. Ja. Oh, daar is papa. Daar is papa. Goed op de weg letten. Ja. Bochtje sturen. Dag papa. Even blijven zitten, schatje, totdat hij stopt. En dan was het ritje weer. We hebben nog meer attracties gevonden waar ook Luxie en Lucilla in mogen. Luan is gewoon te groot voor de attractie. Soms is hij te klein en soms is hij te groot. Ja. Nu is hij te groot, dan gaan we erbij. In de schoteltjes, de kopjes, hè? Heel goed. Mag Luan hier ook in? Ja, nou mag hij weer mee, hè? Nou past hij weer. Hij heeft hele lange benen, namelijk. Ja, lange benen. Ja. 128 centimeter. 128 centimeter. Ja, 128. Als straks boertje groter is, dan boertje dat ook allemaal beleven. Ja. Nou, Luxie, welk schoteltje wil je? Roze. Roze, nou, in de roze. Ijsjes in het roze kopje? Veel plezier, hè? Daar gaan we! Ja! Ja, die zie je! Nee! Daar zie je! Ja, daar gaan we! Ja! Kijk! Ja, mooi, hè? Mooi, schatje! Mooi, dat is een kopje! Daar, die ziet ze! Nou, we volgen weer de pijltjes en we gaan op naar volgens mij de paardjes. De robotpaardjes. Zie ik daar al wat? Het zijn niet de echte paardjes, maar het zijn wel paardjes. Sheriff Dan. Hey, Sheriff Dan, wie weet dat nog? In de cowboy serie, want Sheriff Dan. We likken Lucy. Ja, we gaan helemaal los hier op de cowboyse accent. Ik heb een sikje weer aan het staan. Hij is een sikje weer laten staan. Vinden jullie het van, jongens? Daar heb je boven zijn sikje. Ik wou zijn sikje weer terug. Weer een sikje, ja. Ik denk, hij is 40 plus, er mag weer een sikje op. Een sikje. Grapje, jongens. Ik vind het sikje leuk. En hij ook, hè? Ja. Lucilla ook? Nee, Lucilla niet. Lucilla vindt het prikken. Door. Maar goed, terug naar de paardjes, jongens. We zijn bij de paardjes aangekomen. Ondertussen lopen we door de Main Street en dan gaan we even lekker een hapje eten. Kunnen we daar ergens een hapje eten? Zien jullie dat? Terwijl Lucius nog even slaapt, zoeken wij hier even een plekje. Kijk eens, even een lekker doekie over de handjes heen halen. De handjes weer mooi schoon. Toppie, kijk. We kunnen nu wat eten. Cowboysoep van tomaat. Krijg je dorst van, Liefie? Even lekker wat drinken. Lucilla ook. En Lua. Vond je het leuk, jongens? Ja. Ja. Proost. Proost, jongens. Op een dagje uit vandaag. Oeh. Nou, Lucius ligt nog heerlijk lekker te slapen in de kinderwagen. Die ga ik zo meteen nog even voeden. Even zijn luidje nog verschonen. En dan gaan we lekker even hier een hapje eten, want we kregen wel erg trek in de buik. Oh, en kijk eens. Lucilla, wat heb jij dan?
En een stokje met allemaal snacks. Oeh, dankjewel. We zitten met z'n allen lekker aan tafel. Eet smakelijke druifjes. En nu vind je het lekker door. Ja, door. Nou, mannen, komt niet aan eten toe zo, hè? Nee. Maar terwijl Lucius toch even eet. Even terug op mee. Ja, gezellig. En ondertussen zijn we in de snoepjeswinkel beland, kinderen. Oeh. Eén lolly uitzoeken, wat je lekker lijkt. Vind je dit lekker? Wat hebben jullie uitgezocht? Deze? Oké, toppen. Jullie die. En Luan, wat vind jij lekker? Luan wil die. Nou, we hebben ook nog een lolly voor onderweg. Ondertussen dat de kids een lekkere lolly hebben gekregen, gaan we nog heel eventjes het park op. Want Luan en Lucilla willen nog in de achtbaan. Met de treintjes, hè, jongens? Ja. Ja, dus daar gaan we nou naar op zoek. Heeft Lucie er nog zin in? Ja! Ja! Gaan we nog niet naar huis, hoor. Nou, dan gaan we nog niet naar huis. Dan gaan we nog even kijken of we naar de achtbaan voor de kinderen. Misschien nog het reuzenrot. Het reuzenrot. Heel mooi uitzicht over het hele park. Opa en oma, droppeltjes reuzenrot. Ja, Daniel ging je vroeger ook altijd met zijn oude opa en oma heen. Dus wilt hij altijd even in het reuzenrot toe. En dan, ja, misschien nog een showtje. En deze dag alweer bijna voorbij, jongens. Maar eerst op naar de achtbaan, hè? Nou, ik wil heel erg graag in die. En deze, en dat zijn... De treintjes, achtbaan. Nou, Lucilla ook, hè? En Luxie, die blijft bij papa kijken, hè, liefie? En mama zei, we gaan in het achterste bakje zitten, goed? Gaan wij kijken of we ze zien? Zeg maar, hup mama. Hup mama. Hup Lucilla. Wij letten op Lucius, hè? In het kinderwagentje. Nou, Lu, hou je goed vast, hè, jongen? Ja. Hou je goed vast. Nou, wij zitten hier goed vast. Daar gaat hij, hè? Daar gaat hij. Oh, daar gaat hij. Dankjewel. Dank je. Gaat hij, Luan? Dag, papa. Veel plezier. Daar gaat hij, Lixie. Zie je dat? Dat gaat best hard, hè? Ja. Oh, kom hier. Mama, je vasthouden? Ja. Hou je vast. Oh. Nou, was dat? Was dat cool? Tof, hè? Nou, deze ging best wel hard. Ik hoorde jullie gillen, hoor. Ja, dat was wel leuk. Hij was cool, hè? Nou, Sil, hoe vond je hem gaan, meisje? Wel een beetje spannend, want wat doe je dan omhoog? Die ging meteen schuin. Die ging meteen weer schuin en deze ging best wel hard naar beneden, hè? Ja. Maar het was wel heel erg leuk. Ja. Goed gedaan, liefie. Eigenlijk wou ik dat in twee keer. Ja, eigenlijk wou ze nog een keertje. Eigenlijk wou ik dat Hij was maar één minuutje. Ik had precies een shortje van één minuutje wat ik net had gefilmd. Grappig, hè? Dus na één minuutje is het ritje weer voorbij, maar wel een lekker ritje. Nou, korter zelfs. Ja. Ik denk korter, maar 40 seconden. Ja, nou kijk, hier gingen we doorheen. Hierover. Zie je dat? Ja. We lopen langs de stiertjes en Luan zegt, ik wil in de stiertjes. Dat is deze. Ja. En Luan die? Kijk, ik weet het. Nee, je mag erin met mama. Oh. Dus mama moet mee. Oh nee. En Luxie of Lucilla? Nee, Lucilla is nog iets te klein. Kom nou, dan ga ik samen met Luan en de stiertjes. In de regen. Oh, bijna. Bijna. Oh, Lucilla nog zo'n stukje. Luxie nog zo'n stukje. Oh, bijna. Waar gaan we in, jongen? Gaan we in deze stier? Weet je het zeker? Nee. Nee, maar gewoon uitzoeken. Stel, stel, stel. Voor de liefste. Nou, die dan. Deze rode ziet wel redelijk lief uit. Deze. Deze, oké. Okay. In de regen, jongens. We krijgen wel natte billen. Maar dat maakt ons niks uit, hè, jongen? Nee. Hoppatee. Dit is wel echt een grote jongensattractie, hè? Ja. Want Lucilla mag hier ook echt nog niet in. En Luan mag hier alleen maar in met een volwassene. En het regent. Dat hebben we er ook nog bij. Ja. Oh, en je moet wel een beetje tegen draaien kunnen. Nee, je kunt er niet meer uit. Oh, nee. Er is geen weg meer terug, jongen. Dit wordt het. En je kunt er niet meer uit. En hij draait zo. En hij draait ook zo. En dan kun je ook nog zelf draaien. Ja, ik weet niet of hij dat nog gaat willen. Volgens mij weet je nog niet hoe hard deze gaat. Mama weet namelijk wel hoe hard deze gaat. Ja? Ja? Hé, hey, baby, oh, vertel het maar niet.
Dat is ook mama misselijk. Dus dat hij er nog niet alleen in kan. Oh nee, oh nee. De jongens daar die weten hoe je moet draaien. Maar dat doet Luan maar even niet, hè, jongen. Ik hou je goed vast, kerel. Oh. 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 Ah, dit is nog maar het begin. Oh, dit is leuk. Ach, maar ja, wacht toch maar even af, jongen. Reuzenrad, dus dat bewaren we voor een volgend keertje. We gaan nu nog denk naar de laatste attractie voor vandaag. En dat zijn bootjes. En dat is binnen. Dus die kunnen we wel met z'n allen. En misschien ook met liedjes erbij. Dat is gewoon een leuke afsluiting. Met z'n allen een bootje varen langs een leuke route. En binnen. Droog. Yes. Nou, we lopen er naartoe. We gaan een bootje varen met z'n allen. Hallo Lucius. Ja, Lucy doet ook zo over. We zijn de cowboys. Mooi, hè? Hallo, cowboys. Hallo, mooie cowboys. Zullen we kijken eens, de cowboys. Zullen we toch niet de cowboys? Mooi, hè? Nou, dat is opa bij de stoommachine, kijk. En de kolenwerkers. Kijk eens, de oude reus. Kijk eens achter jullie. Wauw. Wauw, Lucius, kijk zijn oogjes uit. Mooi, Lucius. Leuk, hè? Oh. Wauw. Wauw, met de Indianen. Kijk, Indianenkamp. Is genadig voor mijn volk. Mooi, hè? Dan worden de Indianen. Kijk, hier is goud aan het zoeken. Heb je al goud gevonden, cowboy? Nee, Sheriff Gam. Zoek dat nog maar even door. Oh ja, dat zijn de cowboys. Ja. Zo, bedankt, cowboys. Dat was mooi. Dat is leuk, hè? Dat was de eerste attractie met de zessen. Leuk. Woezel en Pip komen er ook nog bij. We zijn er! Ja, nou, dit was de eerste attractie waarin we echt met z'n zessen mee konden, jongens. En ze vonden hem wel een klein beetje spannend. Het ging niet hard. Maar het was natuurlijk met Indianen en met vuur. En dat vond Lucilla een beetje spannend. Maar ik vond het wel leuk. Luan vond het wel leuk. En Luxie vond hem ook een beetje spannend, hè? Ja, maar dat is niet erg. We hebben hem wel gedaan, hè? En nu gaan we kijken of het nog een leuke show is als afsluiting van de dag. Hé, jongens?
Toppie. Eigenlijk zal Daniel nog in die Golden Rush gaan, wat we toen straks zeiden. Ja. Maar daar zijn we niet meer aan toegekomen. Maar ze zeiden als Luan bijvoorbeeld iets groter is, mag Luan kunnen mee. Ze ook als organisatie een camera erop vastmaken dat we nog ook kunnen filmen. Ja, dus dat wordt even een andere keertje, jongens. We gaan vooral nu echt de dingetjes doen die de kinderen leuk vonden. En dat hebben we vandaag volgens mij best wel goed kunnen doen. En nu gaan we kijken naar de Randy en Rosie Show. Ondertussen hebben we een plekje bij de show. Verder. Is het einde in zicht? Stap dan naar voren en kijk naar het licht. Wij zijn toch veel slimmer, wij kunnen dit aan. Nee, nooit of te nimmer zullen zij ons verslaan. We denken een plan om de strijd aan te gaan. Ja, want met die boef is het bijna gedaan. Zij denken te winnen, maar zij zijn zo dwaas. Maar één ding is zeker, ja. Wij zijn niet de baas. Dat is maar ook. Geef nooit op, dat heeft geen zin. Blijf positief bij al wat je doet. Het komt allemaal wel goed. Want Randy weet wat hij doet. Ja! Nou jongens, dat was de show. En we lopen nou weer lekker terug op naar de auto. Ja! We gaan weer naar huis. Ik ben op zoek naar Red Bandits. Hebben jullie die toevallig gezien vandaag? Nee, hebben we die gezien? Luister, want jij bent toch een echte cowboy? Ja. Ja. Ik heb het liedje wel gehoord. Je bent een echte cowboy. Ik heb het liedje. Oké. Okay. Klein beetje naar rechts kijken. Ja, heel goed. Mijn naam. Zo. En even een flinke strikkering maken. Stoer jongen, dan ben je onherkenbaar. Dames en heren, zo ziet een echte Red Bandit eruit. Ah. Mocht je hem dan niet zien. Met zo, ja, een symbool hij op zij eruit kon zien. Zo. Ja, dankjewel hoor. Speciaal voor u, als dank, heb ik het symbool van geluk. Ah. Alsjeblieft. Symbool van geluk. Wat zeg je dan? Eentje van jou. Wat zeg je dan? Dankjewel. Ja, een vierde. Ja, die mag er wel bij. Ja, nee. Vier geluksmuntjes. Nou, dat is lief. Ja, Lucius is er ook al wel bij. Je legt er maar bij. Ja, kijk, hij ligt lekker te slapen. Dankjewel. Super lief. Tot de volgende keer. Ja, bedankt hè. Doeg. Wij zijn weer aan het einde van deze superleuke dag uitgekomen. En we mogen natuurlijk weer een gezin blij maken. Ja, wil je nou meedoen met de winactie? Ga even naar mijn Instagram, Varen-Bellinga. En misschien binnenkort kan je hier ook een leuk dagje gaan beleven in het leuke park in Slagharen. We zeggen taxipark Slagharen. Dankjewel. We hebben een nood van het dagje uit. Dankjewel. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je